bounds. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Mijn naam is Michael en we gaan vandaag weer verder met dezelfde missie. En het is gewoon een kutmissie, ja? Daar komt het gewoon op neer, het is gewoon een kutmissie. Maar, ik merk dat ik vorige aflevering was de audio iets te zacht. En nu is die precies goed, hoop ik. Dat zou ik echt wel zien, komt echt goed. Het komt helemaal goed. Komt u maar, autootje, komt u maar. Kut. Ik had hem al. Hey, call the fellas in. Tell them to hurry. Got it. Niet meer leven. Daag. Wat moet ik allemaal killen? Wat? Moet ik ze allemaal killen? Zo'n mooi spel. Maar ik merkte wel dat ik vorige aflevering iets te langzaam of te sloom praat. Een beetje te zacht. Dus ja, ik hoop dat ik dat tegen aflevering niet meer ga doen. Hoppaté. I'll run this guy up the road. Going in for a hit. He'll feel this. This is how we do it now. Ja, mijn plan was eigenlijk om hem eroverheen te laten rijden en dat het ding te laten ontploffen. Maar hij stond er nog te ver voor. En anders had die auto gewoon kapot geweest. Gewoon kapot. Gewoon helemaal kapot. Ja, dit ga ik nooit overleven, jongens.
God, God. Wat is dit voor kutmissie? Echt, ik zweer het. Ik ben er nou klaar mee. Ik ben 10 minuten bezig met één klein kutmissietje, hè? Ja. Hoe wil ik ze ooit... Ik kan ze niet onder het rijden uitschakelen. Ik ga kijken. Watch Dogs onder rijden schieten PS3. Kan echt niet hoor. Zo, jij liep ook een beetje door alsof je haast had. Dat is pech, auto weg. Zo. Gas, 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 gas. Ja, ik ga je ook hitten. Maar dan je vriendje. Heb ik nog een onderwerp over te praten? Ja, vakantie. Ik ben op vakantie geweest. Dat was echt hartstikke leuk. Jammer dat het maar zo kort duurt altijd, hè? Zo'n vakantie. De eerste paar dagen gaan dan altijd hartstikke snel. Of heel langzaam bedoel ik. En daarna de laatste 3-4 dagen vlieg gewoon voorbij. Alsof je niet op vakantie bent geweest. Zoiets, dat is gewoon heel apart. Dat is echt apart. Ja, dat probeer ik ook al de hele tijd. Ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, kill or escape. Nou, dan ga ik escapen, want ik ga ze niet allemaal killen. Ik ben gek. Nou, wachten. Wat is dat rode?
Hoe lang moeten we nou nog wachten, jongens? Woehoe! Jongens, we zijn pro. We gaan gewoon pro. Oké? We zijn pro. Nou. Volgende missie is... Dat is nog steeds die. Komt van alles tussendoor. We hebben skill points. Vind ik ook wel chill. Oké, dan gaan we nog even kijken. Craft items. Gemcoms. Oké. Point cost. Oké. Hacking. Train. Nee. Die vind ik ook wel chill. Een beetje veel geld. Extra batterij. Nou, nee, dat was het. Rustig. Die is niet dood. Wat is dit dan? Nee, dat vind ik zulke stomme dingen. Laten we naar dat ding toe gaan waar we naartoe moeten gaan. Ik heb trouwens mijn setup een beetje veranderd. Hij is nog niet helemaal af. Want als ik aan de setup begin, dan ga ik het halverwege weer gamen. Ho, ho, ho. Waar ga je heen? Wow. Die klinkt echt cool. Als die maar een beetje kan driften ook, vind ik wel chill. Is een Tesla of zo. Alleen dan niet elektrisch. Geen elektrische Tesla, maar een benzine Tesla. Dat lijkt hij wel op, hoor. Deze is nog iets meer. Sorry.
Piep. Als je op het dak wil, dan kan. Nou, kijk, het is eigenlijk al best wel leuk allemaal. Yeah. Weer kut nieuws. Godverdomme, zitten ze weer roadblocks. The police three guys scan, chase and search. Hoe wil ik daar ooit langskomen? Kut. Gas geven. Zo, nou, ik ken deze missie. En dit is best wel een lastige missie. Geloof me. Het is echt nog de lastigste missie. Niet de lastigste, dat weet ik niet. Maar hij is wel lastig. Yo man, druk die lur, alles. Er zit al kogelgaten in, alles. BMW. Echt waar. Still driving to escape enemy search. You can also hide in your parked vel. Rondje. Detected the vel at close range. Restart your vel. Okay. Zo, dat is heel toevallig met deze missie. Dat ze precies gaan zoeken waar jij bent. Het is toevallig, hè? Het is best wel makkelijk dan ik dacht, joh.
Vorige keer denk ik er een uur over. Lol. Oké, mooi. Voor mij is dit het punt bij Watch Dogs waar ik niet... dat ik nooit verder ben gekomen dan waar ik nu ben. Dat is toch mooi, hè? Wat gaan we doen? Oh nee, ik ben er wel verder gekomen dan dit, ja. Ik weet het weer. Wat zijn ze nou maar aan het doen? Wie is dood? Best wel slim. Ik loop dan serieus gewoon mijn microfoon op te eten. Oké, wat gaan we nou weer doen? Zeg het eens. Ja, iets. Zeg het eens. Zeg het eens. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey, how'd it go? You finished that job yet? Yep. Be okay working for the fucking club. A paycheck is a paycheck. You gotta start separating the morals from the moolah. Max, listen, I can hook you up with my guy. He'll find you better driving gigs if you want. Yeah, sure. I don't know if I'll take them. Give him my name. Hoppa, gas erop. Game progression. You want to view smartphone like the best geeks and like rewards. Not a bone. Je kan ook muziekjes vanaf je echte telefoon gewoon afspelen. Hè? Dat is echt niet normaal bizar. Nou, zeg het eens. Nou, we zijn ongeveer... 4 afleveringen bezig. Dan moeten we binnen 100 afleveringen klaar zijn, ongeveer. Maar je kan maar 50% uitspelen en dan de rest is allemaal kleine kutmissietjes en zo. Dus
Dat is ook niks. Dus eigenlijk zijn we bij 50 afleveringen klaar. Als het nog mee zit, doen we twee dingen in één aflevering. Maar dat is deze aflevering wat we nu weer hebben gedaan. Dus kijkers, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vergeet niet om een groen duimpje omhoog te doen. Het mag, het moet niet. Abonneer als jullie dat nog niet hebben gedaan. En dan check ik jullie de volgende keer. En eigenlijk ben ik van plan om te zeggen, geen groen duimpje meer. Dat moeten jullie onderhand wel weten. Als jullie het gewoon niet willen, dan zullen jullie het wel willen. Kijk, het is alleen een herinnering om het te doen. Het moet niet. Want ik heb er al een keer eerder wat over verteld. En dat was deze aflevering. Dus nogmaals, tot de volgende keer. Later. Bounce. We'll be right back.